Hoi lieve mensen, jullie zien het goed. Ik lig nog steeds op bed. Voor degene die mij volgt op Instagram, ik zet hem even hier het schermpje erbij. Daar had ik al aangegeven dat ik ziek ben en dat ik zal proberen om donderdag en vrijdag, dus vandaag en morgen, een normale video te uploaden voor jullie. Omdat er de afgelopen dagen dus Ibiza vlogs online waren gekomen. Nou lig ik nog steeds op bed met koorts en ik voel me echt helemaal niet lekker om een video überhaupt te gaan opnemen. Dus ik zat te denken, ja, wat ga ik dan doen? Ga ik dan nu niks uploaden? Zodat jullie niet weten hoe en wat. Of ga ik het gewoon even zeggen in een video. En nu vermelden ook dat er deze 2 dagen geen video online komt. Maar dat ik het volgende week wel weer goed zal maken met jullie. Want ik lig al sinds zaterdag ziek in bed samen met Tween. Hij is ook ziek. We zijn zelfs met hem gisteren naar het ziekenhuis geweest. Heeft hij röntgenfoto's laten maken. Waar we als het goed is vandaag de uitslag van krijgen. Want hij kan niet goed ademhalen. Dus het is allemaal een beetje dubbel. En we voelen ons allebei heel erg naar. Dus ik zit er ook echt niet op te wachten om nu mijn camera neer te zetten. En dan voor jullie 2 video's te gaan filmen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even in de video vermelden aan jullie. Ik kan mijn ogen niet eens goed open houden. Omdat ik zo verkouden ben en ziek en al. Het is echt heel erg vervelend. Maar ja, ik ben ook maar gewoon een mens. En ik kan nu niet gaan forceren. Dus hopelijk hebben jullie daar begrip voor. Er komt dus vandaag geen video online. En morgen ook niet. Als ik weer beter ben, dan komt er natuurlijk volgende week weer een video online. Maandag, dinsdag, woensdag tot en met vrijdag. Maar dat zullen we nog allemaal zien. Ik weet nu in ieder geval dat ik lekker kan uitzieken zonder dat ik jullie ongerust maak. Dus bij deze, vandaag en morgen geen video. En ik laat wel even weten op Instagram wanneer ik weer beter ben. Dus als je mij nog niet volgt erop, ik zet de link even in de beschrijving hieronder. Want daar plaats ik meestal updates in mijn Instagram stories. Of gewoon bij de foto's zelf. Dus ja, bedankt voor het kijken. Nogmaals sorry en jullie zien mij heel snel weer terug.